Bootjes, welkom bij een nieuwe vlog. Hallo. Yo. Let's in the sunshine. Ja. Echt wel, zie je, hij ligt hartstikke lekker. Ga lekker plantjes doen, mam. Ik wel. Mam is even de plantjes aan doen. Kijk, de moeder is bezig. Lekker keutelen. Mijn trui is gelijk beige. Oh, oh, oh. Wat doet ze dat toch goed, hè? Even kijken, even checken. Ja, time milf. Mam, doe even zwaaien. Even zwaaien. Naar focussen. Even lachen, naar focussen. Naar wie, naar mij? Alsjeblieft. Zo, ik heb gisteren weer even lekker aan mijn kleurtje kunnen werken bij mijn ouders. Ik heb daar lekker gegeten ook. Zo gezellig, spontane quality time met de family. Nu ga ik naar Sven. Hij heeft een dochtertje van nu een half jaar oud. Bodhi. En ik heb haar gezien toen ze, ik denk net een maand of zo was. Heel klein en nu groeit ze alweer zo hard. Echt niet normaal. Dus ik kan haar lekker knuffelen. Lekker met haar spelen. En oh, ik hou zo erg van baby's. Niet normaal. Je hoort mijn eierstokken echt al rammelen van kilometers verderop. Dus ik vind het zo lekker als ik dan even gewoon weer zo'n babytje kan vasthouden. En lekker ruiken. En helemaal zin in. Bodhi! Hallo, je komt op tv. Yay! En papa Sven is er ook. Gaan we naar buiten. Mooi bandje om. Heb je mooie spelen ook? Ja, hè? Mooie blokken. Oh, die vind je leuk. Ja, hè? Ja. Lekker wandelen. Lekker hè, schat? Ja. Gewoon lekker te kijken. Lekker buiten. Ja. Hi, liefie. Kijk eens hoe lekker. Oebliehoorn. Oh, lekker zeg. Oh, zo. Heerlijk. Echt een joekel. Goedemorgen! Ik vind het altijd zo heerlijk als je dan opstaat. Dan is het al licht, maar er schijnt ook nog de zon. Dan voelt het echt als zomer gewoon. Lekker het raam open, hoor je mensen buiten. Nou, bij mij is dat gewoon heel druk altijd, want ik zit echt aan een hoofdweg. Maar dan scheelt het alweer de helft met wakker worden in plaats van dat het donker is en zo. Dus ik begin mijn dag goed. En daarnaast heb ik dus weer wat nieuws dat ik ga uitproberen. Ik heb meerdere mensen gehoord over intermittent fasting. En dat betekent dat je dan tussen 12 uur 's middags en 8 uur 's avonds alleen eet. Daarvoor en daarna niet. En dan wel gewoon gezond eten. Maar je begint dan eigenlijk je lunch als ontbijt. Daarna neem je nog een tussendoortje. En dan gewoon avondeten. En daarna kan je nog wel iets kleins eten, maar als het maar voor 8 uur is. En verder gewoon veel water drinken. Dus ik heb echt deze vaas van een theekan, theemok. En dat vind ik altijd zo lekker, want dan heb je gelijk heel veel drinken. Hoef je niet de hele tijd naar je waterkoker te lopen. Dus we gaan het proberen. Ik ben heel benieuwd hoe mijn lichaam daarop reageert. Want het schijnt dus wel goed te zijn voor tegen hart- en vaatziektes. En dat je langer kan leven en zo. Ik dacht dus altijd dat je ook moest ontbijten om je lichaam op gang te brengen. Maar dat is dus helemaal niet waar. Er is helemaal geen onderzoek naar gedaan. Of er is juist onderzoek naar gedaan. Dus ik ben benieuwd. Ik weet niet of ik van mijn stokje ga of me daardoor niet lekker voel. Maar dan stop ik er gewoon mee. En vanavond ga ik ook bootcampen. Misschien krijg ik in één keer mega veel energie of zo. I don't know. En ik ga nu naar kantoor. Ik hoefde niet te ontbijten vandaag, dus ik was snel klaar. Nou, het is 12 uur. Ik mag eindelijk eten. Ik heb lekker een verse zalmsalade. En een smoothie. En het gaat eigenlijk goed met de trek. Ik heb eigenlijk geen honger gehad. Ik heb thee gedronken en koffie. Ik dacht, ik kan wel op kantoor achter mijn laptop werken. Maar ik ga lekker bij mijn ouders in de tuin werken. Lijkt me een beter plan. Dan kan ik tennen en werken tegelijk. De beste combinatie. Yeah, this is nice. And you? I'm sitting on the couch.
Ja, maar ik ga pas naar buiten als de zon schijnt. De zon schijnt, maar je kan toch in de schaduw werken? Ik ga het wel met je buiten zitten. Maar wil juist in de zon? Je wilt toch juist in de zon? Ja, dat was. Ik dacht al, want je koek is lekker. In de zon. Maar ik hou wel van je. She loves you. Ik yes. Ik helemaal zo bruin zijn als nee. Kut. Yeah. Waarom ben jij hier? Ik heb weer een pakketje binnen van Ideal Sweden. Ik mocht er een tas uitkiezen. Echt super leuk. Ik ben heel benieuwd. Ze leveren het wel steeds in mooie doosjes, moet ik zeggen. Ziet er wel heel chic uit. Fred, ga je even opzij? Hé? Hey? Ja, ik zou het ook leuk vinden. Hier, jij wilt die doos, hè? Ga maar spelen hier. Kijk eens. Oh. Kijk. Dat is toch chic? Hoe gaat hij open? Nee, zo. Yeah. Oh, ook al zo mooi. Er zit nog niks, maar ik vind het al helemaal mooi. Oh, dat vind ik ook wel mooi. Ah, oh, wat cute. Kijk zo. Statement product. Oké. Okay. 100% vegan premium leather. Oké, okay, dus ze zijn nog milieubewust bezig ook. Nice. Even een plakketje eraf. So fancy. Oké, ik wil niet dit kapot maken. Nou, dit is in ieder geval de voorkant. Hoe gaat dit nou open? Oh, je moet het dus zo naar voren. Dat is ook weer een nieuwe manier van een tas openen. Deze vind ik wel handiger dan die andere, moet ik zeggen. Oh, maar huh? Zit er geen scherp bij? Of kijk ik niet goed? Oh, jee, maar wat een trucendoos is dit? Dus zit dus hieronder. Hier zit nog een geheim laadje. Ze hebben het ook wel ingepropt. Ja, ik vind hem heel chic. Past goed bij mijn outfit. En volgens mij is het een crossbody. Dus dan hoort hij zo. Ja, I like it. En dan gaat hij dus zo van en zo. Chill. Nou, als de clubs weer open gaan, heb ik in ieder geval goede tasjes. Ik bedoel maar. Ik heb mijn haar gesteld, maar... Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Het is een soort van... Net niet. Meestal heb ik gewoon een mooie slag om krullen. Dan zit het wat voller. Maar ik dacht... Wil even wat anders. Een beetje stoer. Maar... I don't know. Ik heb nu een shopafspraak bij de Quantum. Want daar hebben ze superleuke huisspulletjes. Ik heb hele leuke onderzetters gezien. Ik hoop dat ze die nog daar hebben. Maar ik heb echt maar 20 minuten de tijd. Hoe kan je nou 20 minuten shoppen? Serieus? Ik dacht dat dat een half uur was. Maar ik ga samen met Vee, dus dan kunnen we lekker keutelen met z'n tweeën. Dus ik ga nu. Bende. Jee. Ja, ik heb hem gesteld. Wat vind je ervan? Ja? Ja, ik moet... vind ik leuker. Ja, hè? Ja, ik dacht ik ga even voor stoer, maar ik weet het niet. Even stoer. Even stoer. Oh mijn god, mijn telefoon ging. Eén parkeer ging niet lekker. Ik zat ook naar jou te kijken. Ik dacht... Gaat ze op de stoep staan of gaat ze hier? Maar... Oh, wat een gedoe. Yay, let's go shopping. Okay. Zin in. Vee mocht geen goud van mama. En wat doet ze? Oeh, ja, die is heel leuk. Mag wel goud, maar geen goud. Waarom neem je een theedoos mee? Ik neem hem niet mee. Oh, ik dacht, ga ze erin leggen. Oh ja. Gebruik Vee Boomgaard, dan krijg je 20% korting. You wish. Dat zou wel chill zijn als je samenwerking hebt met de Quantum. Ik heb deze... Deze vind ik wel nice. Dit is mijn karretje.
Nou, dat gaat hartstikke lekker. Budgetteren. Kijk eens hoe enig. Maar ik wil hier even koffiekopjes. Even kijken hoor. Welke kleur is leuker, Vee? Nee, deze zijn een beetje soort groenachtig. Ja, en deze zijn maar grijs. Grijs, dit lijkt goud. Oh ja, dat is wel. Oh, mooi. Dat past beter bij mijn servies ook straks. Nou, ik dacht bijna met lege handen naar huis te gaan toen we er rondliepen. Want ik vond het niet heel boeiend. Maar uiteindelijk wel gekocht waar ik eigenlijk voor ging. Met nog wat andere fritseltjes. Ik heb dus zomer scheursponsjes. Kijk hoe leuk. Dit is toch een leuke kleur ook. Ik vind die gele dingen zo altijd zo lelijk. Dus nou, dat vond ik wel gezellig eruit zien. Ik heb een trekker voor in mijn douche. Ik dacht, dan kan ik wel even aan zo'n haakje, kan ik hem zo leuk ophangen. Ik vond het wel een leuke kleur. Daarvoor heb ik dus deze haakjes. En daar heb ik dus die kopjes gehaald. Want dit zijn dus dezelfde kleur ongeveer als het servies. Dat krijg ik vrijdag binnen. Dus dat zijn deze. En ik heb dus echt mega leuke onderzetters. Daar ging ik dus voor. En het was ook nog eens... drie halen, twee betalen. Moet ik even nadenken. Kijk deze. Geweldig. En deze. Die vond ik ook wel leuk. Daarbij heb ik ook deze. Hij lag dus zo in de winkel. Toen dacht ik, waar zit ik naar te kijken? Is het nou een lichaam of zo? Maar het is dus zo. Dat klopt wel meer. Oh ja, deze heb ik ook. Fred. Hallo. Nee. Waarom moet je altijd voor mijn beeld? En dan maak ik nu een fles kapot. Dat vind jij leuk, hè, papier? Ja. Oh ja, deze dus. Hoe leuk. Kijk, boobies! Mega leuk. Ja, dat was het. Nou, vond ik ook wel prima. Ik ben niet zo verrast bij het. Uiteindelijk doen we wel een half uur. Je kan er nou 20 minuten... rustig rondkijken. Dat kan gewoon niemand. Gelukkig deden ze er ook niet moeilijk over, want er was ook niemand. Dus ja. Ik had dus net een werkafspraak met een vastgoedeigenaar van Richport. En dat is dus bij deze locatie. Ja, dat is dus voor Linde. Het landgoed. En je hebt een heel groot bos erbij. Kijk. Hier was ik dus laatst met Vee toen ik koffie ging drinken. Ja, ik ben zo jaloers als je hier mag werken. Niet normaal. Heerlijk rustgevend en gewoon dit uitzicht zo. Ja, ik kom hier al dus van jongs af aan, want wij gaan hier heel vaak wandelen of met de hond. Of dus een koffietje halen en je kan dus hier ook naar het museum, dat is daarachter. Daar hebben ze altijd hele gave tentoonstellingen. Maar hier had ik dus net een afspraak, nou, ik ben helemaal content. Ik denk dat ik nog even een rondje ga lopen. Want je hoort ook gewoon die vogeltjes zo. Zo lekker. Ja, hier zou ik ook wel willen werken. Alleen ja, je hebt verder niet zoveel van winkels of zo. Het is wel helemaal afgelegen. Maar je komt helemaal tot rust. Als je hier van je pauze rondje gaat lopen, dan ben je gelijk zen voor de hele dag. Ik ben net naar een superleuk winkeltje geweest in Piet Heinstraat in Den Haag. Het heet Winkel. Ik vind het tasje al heel leuk. En ik wil dus allemaal leuke vaasjes bij mijn pluimen. Die staan hier. Daarnaast wil ik dus allemaal leuke vaasjes neerzetten met leuke kaarsen. En ik liep daar dus toevallig langs. En daar hadden ze dus de vaasjes die ik wilde. Ik zal het even laten zien. Ik heb deze. Heel cute. En daar wil ik dan dus een kaars zo in. En nog een grotere. Er zaten sowieso allemaal leuke dingen in dat winkeltje. Ik moet er echt vaker heen. En deze. Dus heb ik zo. En dan wil ik dus nog roze erbij. En misschien gewoon nog doorzichtig. En dan met leuke gekleurde kaars erin. Dat vond ik wel cute. Super leuk. Hey! Niet aan mijn nootjes zitten. Wacht eens. En ze hadden er ook hele leuke kaarten. Kijk hoe cute. Er staat op, I love you so much. Als een soort van ijsje. Super schattig. Winkel heet het dus. Een tip.
Ja, lieve mensen, het is alweer het einde van deze vlog. Aankomende week is het Koningsdag. Ik heb nog geen idee wat mijn plannen worden. Als jullie tips hebben, let me know. En de terrassen gaan eindelijk open en de winkels. Volgende week zondag is er een nieuwe vlog. Ik hoop dat je weer kijkt. Bye!